Voor de eerste zaak in Bureau Brabant moeten we in 3 plaatsen zijn. Rosmalen, Schijndel en Sint-Michielsgestel. En wel vanwege een reeks vernielingen, waarvan wij denken dat die door één en dezelfde dader zijn gedaan. We hebben beelden, helaas niet van alle vernielingen, maar hopelijk wel voldoende om hem te kunnen vinden. Er is in ieder geval 1 heel interessant spoor dat u wellicht kan helpen bij het herkennen van deze man. En dat spoor is misschien een hondje. U hoort het goed, een hondje. Want de man komt hier aan fietsen met een zwarte bak achter op zijn fiets. En in die bak zit iets dat lijkt op een hondje. Of misschien is het een rugzak. Het is niet heel duidelijk te zien. Maar misschien kunt u er meer over zeggen. Het is op zijn minst opmerkelijk en kan iemand zeker iets zeggen over wie dit zou kunnen zijn. Dit gebeurt in Rosmalen op donderdag 2 december rond de klok van 7 uur 's avonds. Een diepe kras blijkt er later in de zijkant van de auto van het slachtoffer te zitten. De dader is een lange man van zo'n 1,95 meter. Een dag eerder is de man ook op beeld te zien. Maar nu in Schijndel. Ook daarvan kunnen we beelden laten zien. Waarschijnlijk dezelfde man dus. Op de fiets onderweg wederom. Eerst fietst hij langs een auto en lijkt zich dan te bedenken. Hij draait om, fietst terug en dan, met iets scherps, krast hij over de hele lengte van de auto. Je vraagt je af wat iemand bezielt. Als u hem herkent, mag hij dat aan de politie gaan uitleggen. We horen het graag. Help ons mee hem te vinden. Dan wordt er ook een auto vernield in Sint-Michielsgestel. En ook daarvan kunnen we u beelden laten zien. Hier is de fiets wat beter te zien. Beide banden hebben een reflecterende strip. En achterop de fiets lijkt ook nu een bakje of iets dergelijks te zitten. De man op de fiets draagt een donkere broek en een opvallend lichter, egaal gekleurde jas met capuchon. Hij draagt lichtkleurige schoenen onder de donkere broek. En ook nu is het een auto die het moet ontgelden. Eén kant wordt bekrast met iets scherps. Een kras lijkt niet meteen veel, maar de schade is groot. Wij verdenken deze man van nog veel meer van dit soort vernielingen. Misschien zijn er ook wel meer beelden die ons kunnen helpen bij het vinden van deze man. Heeft u beelden? Deel die dan met ons. Een notoren vernieler in de regio Rosmalen, Schijndel en Sint-Michielsgestel. Op meerdere momenten is hij vastgelegd. En dit is opmerkelijk, hij heeft een bakje achter op zijn fiets met iets dat lijkt op een hondje. Maar het zou ook een rugzak kunnen zijn. Hopelijk zegt het iemand iets. Als dat zo is, laat het dan weten. U kunt uw tips doorgeven via de bekende tiplijn op 0800 60 70, maar ook via Meldmisdaad Anoniem op 0800 7000. Bedankt voor het kijken en meedenken. En wil je nu ook bij andere zaken helpen? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. En wie weet kun je ons helpen bij deze zaak of deze zaak. Bel met je tips 0800 60 70.